Die Gautengse LER voor onderwijs Panyaza Lesufi zei hij is trots op de prestaties van die provincie's matriekklas van 2020. Maar hij is omgekrap omdat Umalusi die punten in 8 vakken afwaarts aangepast heeft. When there was no COVID, only 2 subjects, their marks were reduced. But when the year of COVID, they reduced 8. And they don't reduce because learners have done bad. They're reducing on the basis that these learners have passed too much. Noël van der Walt van die Hoërskool Menlo Park het die derde beste in Gauteng gevaar. Sy beplan om medies te studeren bij de Universiteit Stellenbosch. Harde werk elke dag, nie uitstel nie, en ook een gebalanceerde leven tussen my sport en akademie. Wat is haar advies vir vanjaar se matriekleerlinge? Ik zal vir hulle sê om dadelijk te begin werk, moet nie die werk onderskat nie, en kry vir iets wat jy motiveer, waarnaartoe jy kan uitsien en dat jy dit jouself vertroue kan bou. Een van die armste skole in Gauteng, die IR Lesolang Secondary School, het ook een toppresteerder opgelever. Blessing Mlambo beplan een loopbaan in die financiële wereld. I'm planning to study BCom Accounting at University of Cape Town. Hij het ook raad voor die matriekklas van 2021. They should have a vision, a dream, and believe in that dream and do whatever it takes to achieve it.